Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft vandaag een toerisme-workshop gehouden met als thema oplossingsmodel voor dialoog en ontwikkeling van de toerismesector. Het doel van deze workshop is om draagvlak binnen de toerismesector te krijgen om te komen tot een toerismeautoriteit en de aanname van de toerismewet. Actoren uit zowel de private als de publieke sector moesten in werkgroepen vertellen welke veranderingen er moeten komen in de toerismesector. Na alle aanbevelingen zal er in november een toerismeconferentie worden gehouden. En hieruit moet er een masterplan komen, zegt minister Ferdinand Welzijn. Misschien ambitieus. Er is veel geschreven. Er is al veel documentatie. Er is veel data beschikbaar. Dus de kunst is nu om bij elkaar te komen als werkgroep. De value chains, de indicatoren te beschrijven. En ik heb dus aangegeven dat we het beste dit kunnen doen door een soort analyse te maken. Die soort analyse zou kunnen bestaan uit die kenmerken en de karakteristieken van toerisme in Suriname. Als ik zou zeggen, arrivals is overwegend diaspora toerisme. Het is een stelling. Is het waar? Is het niet waar? Hoe willen we het aantal arrivals over 2, 3, 4 jaar verdubbelen? Of verdrievoudigen? Nou, dat betekent dus dat je meer moet doen dan diaspora toerisme. Om meer inkomsten te verwerven uit deze sector is het van belang dat alle instituten nauw samenwerken. Niemand mag worden uitgesloten, benadrukte de minister. De andere aanpak. Die andere aanpak zou moeten bestaan uit de inclusiviteit van stakeholders en actoren. Wat bedoelen we met inclusiviteit? Niemand uitsluiten. Geen enkel actor moet zich uitgesloten voelen. Wij bestaan uit individuen. We hebben een behoren tot een vereniging. We hebben misschien een bedrijf waar we werken. Of we zijn ondernemers. Maar we behoren ergens toe. We voelen ons ergens aangetrokken. Maar je bent nog steeds een individu. Zoals u hier zit, hebben wij 2 vormen van organisatie, van structuur. We hebben dus de organisaties uitgenodigd. Het is genoemd Charta, KKF, VSB, Tours. Alle organisaties waarvan we denken, die hebben een link of die willen iets doen om het toerismegebeuren te verbeteren. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme vandaag tijdens de toerisme-workshop met als thema oplossingsmodel voor dialoog en ontwikkeling van de toerismesector. De workshop is gehouden in het SHTTC-gebouw aan de Gravenbergstraat.